Hallo, goedemiddag en welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga nu naar Zaandam. Ik moet even iets terugbrengen bij de karwei, daar heb ik een afspraak. En verder ga ik naar Het Goed in Zaandam en ik neem jullie mee. Dit weer is zo chill. Oh man, ik ga echt zo lekker op pad. Ja, echt nowhere to go nu met corona. Dus ik heb weer een afspraak bij een kringloopwinkel gemaakt. Ja, moet je anders. Kan ik tenminste echt even lekker cabrio rijden weer. Nog te editen. En toen zei ik al, oh ja, jij vindt dit echt leuk. Ik zei, ja, ik vind dit leuk. Dus dan moet je dat doen. Maar als je dat niet leuk vindt, dat is zo'n groot deel van het werk. Ja, precies. En ik vind dat dus niet leuk. En maar aan de andere kant, lulfilmpjes zijn wel minder editwerk, hè? Kijk, ja, als je een talkshow, waar. Dan is het een kwestie van veel een beetje knippen plakken, zeg nou, maar. Ja, maar dat wil ik. Ik wil precies. Praten met mensen. Met mensen die... En ik wil niet een roddelprogramma... Maar goed, inderdaad, ik heb heel veel weer aan jouw tips. Oh, kind. Ja, nou, gelukkig. Uit. Dat is belangrijk, ja. Ja, nou, hey, ik moet kringlopen. Wordt het mooi. Want oh, ik ben gearriveerd. Ja, dat moet ook gebeuren. We spreken elkaar later. Ik spreek je gauw. Oh, als ik wat kan doen, hoor ik het wel. Oh, oké. Okay. Okay, bedankt je. Doei.
Hallo? Hallo? Hi! Ja! Hallo! Hoe heb je het gehad, de oma vandaag? Ja, ik ben er! Ja, hoi! Ja, ben je blij? Hi! Ja, heb je het leuk gehad? Ja, er komt nog iemand. Ja, die moet even mijn auto parkeren. Ja, een welkomstplasje. Krijg je zo'n aandrang van de stress? Ja, de enthousiasme. Dat hebben mensen ook. Te plassen. Moet je even plassen? Oh. Mijn papa is er, hè? Ja, hi! Geen rondjes rennen? Ja. Stok? Jij blij? Nee, er zijn nog geen aardbeien. Nee. Nee, die heb je al gegeten. Oh, die heb je al op. Oh, nou hier, er zijn geen aardbeien, maar die heb je al gegeten. Ja, maar even. Fijne avond nog. Man. Jezus, wat een... Zo. Charlie, zit je lekker? Ja, gaan we weer lekker met de cabrio, hè? Nou! Dat gaat dicht. Zoals denk bijna iedereen wel weet, is de kledingindustrie een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Zoals de meesten wel weten, is de kledingindustrie... Ik denk dat heel veel mensen wel weten dat de kledingindustrie echt een van de meest vervuilende industrieën... Ik heb mij... fuck... Zoals bijna iedereen wel weet, denk ik, is de kledingindustrie echt een van de meest vervuilende industrieën. Zoals bijna iedereen wel weet, denk ik, is de kledingindustrie de... Ik denk dat heel veel mensen wel weten hoe vervuilend de kledingindustrie is. Ik denk dat bijna iedereen tegenwoordig wel weet hoe enorm vervuilend de... Ik denk dat bijna iedereen tegenwoordig wel weet hoe... Ik denk dat tegenwoordig bijna iedereen... Ik denk dat bijna iedereen tegenwoordig wel weet hoe vervuilend... Tijd voor de kringloop shoplog van deze week. Ik heb eigenlijk heel weinig gescoord. Die leuke stoeltjes die je zag in de kringloop in Zaandam heb ik ook laten staan. Ik twijfelde daar toch te veel over. En toen heb ik besloten ze maar te laten. Wat ik daar wel kocht is dit leuke vaasje. Er zit wel een beschadiging op zoals je misschien zag aan één kant. Hier is die wel helemaal gaaf. En deze was 1,50 euro. En het is zo'n West Germany vaasje. Ik heb me een beetje laten verleiden tot een impuls met deze. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik deze neer ga zetten. Maar ik vond hem leuk en hij was niet duur. Oh, ik krijg het bonnetje er ook niet uit nu. Oké. Maar misschien is die leuk in de keuken. Ga ik zo even naar kijken. En in Volendam kocht ik 2 glazen. Ja, dat was het eigenlijk. Deze waren samen 1 euro. Kijk, dit zijn heel mooi, een beetje parelmoerachtige. Oh, kijk. En ik denk dat het kristal is. Tada! Cool, hè? Mooi geluid.
Heel mooie glaasjes. En dan een soort van lelijk stickertje ergens op de voet. Daar moet ik nog even wat aan doen. Maar ja, ik ben hier heel blij mee. 2 voor een euro dus. Oké. Nou, de borstding, daar heb je ook niks aan. Ik kom er niet in. Oh, goed. Nou, ik moet een klopbord voor hebben. Nou, oké, laat maar vangen voor nu. Oké, nou, dan ga ik die dingen ophangen. Er ligt hier ook altijd, hè. Kijk. Dat is voor een kaarsje heel leuk. Ligt hier altijd te wachten. Dan ga ik lekker boren hier. Ik zou eerst dit extreem betrouwbare apparaat weer gebruiken. Maar voor nu. Handig zo'n potlood om dat gat mee af te tekenen. Oh wacht, er moet natuurlijk dan ook een beetje zo'n messingkleurig schroefje in. Kijk, als je iets te ver schroeft, dan buig je dat hele ding dus scheef. Echt top dit. Ik ga even kijken of ik dit terug kan buigen. Ja, het is best wel onhandig, want als ik hem nu een tikje terugschroef, dan hangt hij heel scheef. Maar als ik hem strakker wil schroeven, om dus dat kaarsje recht te krijgen, dan buigt die hele vogel om. Goed, oké. Nou, weet je, het kaarsje moet je gewoon niet gebruiken. Zo laten hangen. Niks meer aan doen. Hartstikke leuk. Enig. Het is alweer donderdagavond en ik zit heerlijk met Charlie op de bank, die hier de halve bank in beslag neemt. Ik ga de vlog afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan even. Daar help je me echt enorm mee. En doe ook een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En ik zie je heel graag volgende week weer bij een nieuwe vlog.